Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Ilko, die eerste dag van Nederlanders in het buitenland, die zit erop. Hoe kijk je erop terug? Ja, dit uitroepen van deze dag en daarmee inderdaad de viering van deze eerste dag. We kunnen het niet anders als echt geslaagd noemen. Er waren veel organisaties, veel verschillende organisaties aanwezig. De politiek was nadrukkelijk aanwezig. Er werden goede vragen gesteld. Er kwam zelfs een soort van lobbymoment in over dubbele nationaliteit. In de goede richting, mag ik wel toevoegen. En achteraf, en dat was dan misschien minder zichtbaar voor degene die het online moesten volgen, maar achteraf werd onderling nog best lang doorgepraat onder deelnemers, zowel panelleden als anderen. En ja, dat was echt het gevoel van, dit is belangrijk. Men ziet elkaar niet vaak in persoon. Wij wonen niet in Nederland, dus dit is echt een bijzondere ontmoeting. En dit zou jaarlijks vervolgen moeten krijgen, misschien ook met andere organisaties, om zich beter te verenigen. Nou, kortom, er was duidelijk iets geraakt waarbij men dacht van, dit was een prima begin. En nu moeten we een manier vinden waarop we dit kunnen doorpakken en er dus iets jaarlijks van maken. Ja, voor de mensen die het gemist hebben, we zullen de link delen, want alles is opgenomen natuurlijk. Dat is het mooie tegenwoordig met van die meetings die ook online plaatsvinden. Het is allemaal terug te kijken. Het was een zeskoppig panel. De baas van de emigratiebeurs, de baas van de Nederlandse scholen in het buitenland, een voormalig ambassadeur en 3 politici. Nou hebben jullie natuurlijk vaker gesproken met politici. Maar ik vond dat ze eigenlijk alle 3, Jan Paternotte van D66, Erik van den Burg van de VVD en Nicolien van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract, en we kennen haar natuurlijk, ze heeft hier in Australië gewoond, dat zij eigenlijk allemaal best positief waren. Dus ik denk, waarom gebeurt er nou niks? Dacht jij dat ook toen je ze hoorde? Ja, ik merkte al aan het begin van de meeting van, hey, die kennen elkaar goed en ze kunnen goed met elkaar overweg. Maar ik denk dat de echte richting tot verbetering werd gegeven doordat Erik van den Burg zeg maar de deur opnieuw op een kier zette, net zoals vorig jaar, net voordat het kabinet viel. En Nicolien, haar toegevoegde waarde was ontzettend duidelijk. Ik bedoel, er was geen duidelijker voorbeeld van iemand die onlangs nog in het buitenland heeft gewoond en zich totaal kon inleven in hoe wij hier wonen in het buitenland en welke restricties er gelden. Ze noemde ook het verlies van een vriendin tijdens coronatijd, dat ze niet kon reizen. Dus ja, dit panel was echt goed. En de politici, die begrijpen het economisch, cultureel en ook emotioneel. Ja, natuurlijk is de dubbele nationaliteit iets wat hoog op de agenda staat, vanzelfsprekend. Een ander ding wat hier in Australië een grote frustratie is, is de paspoorten. Het verlengen van je paspoort. Dat je heel ver moet reizen, veel kost, of dat ze maar heel weinig komen naar de stad waar je woont. Ook daar hebben jullie over gesproken, hè? Klopt. En ook daar viel me ook echt op. Die Kamerleden wisten precies waar het over ging. En die zeiden ook van ja, we proberen dit te doen op plekken waar het economisch belangrijk is en waar de meeste Nederlanders wonen. Die combinatie. Maar ze gaven ook toe van ja, het blijft natuurlijk lastig. En Nicolien haalde de pop-up consulaten aan, maar we weten allemaal dat het ook niet volstaat voor de echte problematiek. En bovendien, dit jaar is dan nog eens extra uitzonderlijk, omdat we de eerste keer hadden van dat die 10 paspoorten van 10 jaar niet meer geldig waren. Vervolgens kwam er ook nog een voormalig honorair consul bij. En die stelde een vraag, of meer een toevoeging eigenlijk vanuit de praktijk. En die zei ook van ja, ik geef mensen altijd advies om zo snel mogelijk een paspoort te verlengen als je in Nederland bent. Ook al is het nog een jaar geldig. Uiteindelijk scheelt dat je heel veel tijd en geld. Dus niet zozeer het bedenken van nieuwe regels. Want uiteindelijk gaat het ook om de knaken. Van hoeveel kost zoiets om het op te zetten voor Nederlands in het buitenland. Maar ook hoe kun je slim er mee omgaan op dit moment als je in het buitenland woont. En dat vond ik een hele welkome aanvulling. Ja, nou zei je al, na die tijd gingen mensen toch met elkaar in gesprek. Wat is er precies gebeurd toen de camera's en de microfoon uitgingen? Heb je concrete toezeggingen gekregen? Nee, de echte inhoud was wat er was gezegd, was echt wel op het podium. Het was meer dat mensen elkaar in persoon leren kennen. Dus ik bedoel, er waren mensen van Buitenlandse Zaken, er waren mensen van Binnenlandse Zaken, er waren mensen van de Belastingdienst.
die in één keer, die leren elkaar kennen en snappen dat ook zij deel uitmaken van dit hele ecosysteem van Nederlanders in het buitenland. En die spreken dan weer met de panelleden, dan spreken ze onder elkaar. Dus ik denk dat het voor het begrip en het besef van al die organisaties die wij betrokken zijn, dat het heel goed was. Ja, dus missie geslaagd. De Nederlanders buiten Nederland zijn in het zonnetje gezet. We hebben de spotlight op ons gekregen. En nu kijken hoe het verder gaat. Precies. We gaan dus volgend jaar gewoon door. Want 5 september staat nu. En, maar die, ja, hoe we die gaan invullen vorig jaar, dat is nou nog iets te vroeg om te zeggen. Dus, en dat is ook meteen misschien wel een leuke oproep aan de luisteraars. Elke suggestie is welkom. Het enige wat we inmiddels weten is dat een in-persoon, een fysieke bijeenkomst in Den Haag, dat is echt heel veel waard. Dat zagen we nu. Het was niet de bedoeling om het hier per se over de nationaliteit te hebben, want dat was echt bedoeld als een positieve dag, geen klaagdag, laat ik het zo zeggen. Maar het werd toch een beetje een lobbymoment. Het was niet mogelijk geweest zonder het hele opzetten van dit verhaal en van het bij elkaar krijgen van deze Kamerleden. Dus ongetwijfeld dat we iets in vergelijkbare vorm volgend jaar weer willen doen. Dankjewel, Ilko Keij. Graag gedaan. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.